Peter, 100 jaar BZW. Proficiat. Dankjewel. Staat hier een trotse man? Nou, een heel trotse man. Ik bedoel dat ik toevallig nu de voorzitter mag zijn van een club die al 100 jaar oud is, is geweldig. Maar zoals we al gekeken hebben, 100 jaar is mooi, maar zegt niks over de volgende 100 jaar. Dus we zetten vandaag gewoon de teller weer op nul. En we gaan weer kijken hoe wij ons, voor onze leden, het beste in kunnen zetten. Ja, waar liggen die kansen? Nou, in allerlei nieuwe economie. Ik denk dat er allerlei zaken zijn. Hoe gaan we op met platforms als Uber, met al dat soort zaken? Hoe kunnen we onze leden daarin faciliteren? En hoe kunnen ook jonge en oude leden van elkaar leren? Want er zijn goede dingen in de oude economie, er zijn hele goede dingen in de nieuwe economie. En hoe maken we daar de beste symbiose van? En onder meer uit de enquête gehouden ook, bleek ook dat er geïnnoveerd moet worden, ook bij de BZW zelf. Zijn er al plannen voor? Nou, daar zijn we heel druk mee bezig. Die hebben we nog niet allemaal klaar. Maar zoals ik net al zei, ik denk van die ondernemers onder elkaar moeten we veel meer kennisdeling doen. En ik denk je kan jezelf pas vermenigvuldigen, dus heel kan delen. Nou, ik denk dat daar een heel deel van onze toegevoegde waarde gaat liggen. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, hou de website en alle social media in de gaten? Ja, absoluut. En wij gaan ook de social media in de gaten houden, zodat wij onze ondernemers en onze leden zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Wij zeggen dankjewel. Dankjewel.